Melanie, dankjewel. Ik hoop dat ik sommige aspecten van de vragen die je oproept kan adresseren hier vanavond. Maar laat ik om te beginnen iets zeggen over hoe mijn belangstelling voor het thema duurzaamheid is ontstaan. Het werd al even genoemd. Ik ben na mijn afstuderen in het midden van de jaren 60, zeg ik maar even tegen degene die hier voor de punten deze cursus volgen. Ben ik al snel in bestuurlijke posities terechtgekomen. Dus ik heb er zo'n 40 jaar, dikke 40 jaar bestuursarbeid op zitten. En in die rollen heb ik het functioneren en ook de interne dynamiek van ons maatschappelijk bestel tamelijk grondig leren kennen. En als ik daar nou op terugkijk, dan heb ik de neiging te zeggen, het is voor een historicus veel te vroeg, dus ik begeef me op glad ijs, dat die periode toch wel veel weg heeft van de rijpheidsfase van de industriële maatschappij. Rijp in die zin dat we dus in grote mate de vruchten hebben geplukt van de manier van werken en leven die we ontwikkeld hebben in die industriële tijd. Maar zoals met alles wat rijp wordt, dat kan ook overrijp worden en gaan rotten. En in zekere zin is dat wat mij betreft wat er vooral de laatste paar decennia is gebeurd. Wij hebben met elkaar een consumptiemaatschappij ontwikkeld, een wegwerpeconomie ook ontwikkeld. En met als basis in zekere zin een doorgeslagen egocentrisme met het aandeelhouderskapitalisme als culminatiepunt. En dat noem ik een vorm van perverteren eigenlijk van de basisideeën die ten grondslag liggen aan ons economisch stelsel. Dus dat is één element waarvan ik dus zeg, geleerd van die 40 jaar, ja, dat heb ik toch gewoon zien gebeuren. Het andere punt is dat eigenlijk de successen van die industriële tijd, Jan noemde dat ook al, in termen van bevolkingsgroei en welvaartsgroei, in zekere zin hebben geleid tot de onhoudbaarheid van de manier van leven en werken die de basis is van die industriële maatschappij. En dat laatste komt tot uiting in wat we in het jargon noemen de overshoot. Ik neem aan dat dat hier tijdens deze cursus op enig moment aan de orde is geweest. Met overshoot wordt bedoeld dat we, dat ongeveer sinds het midden van de jaren 80, eigenlijk kun je zeggen dat die overshoot begonnen is tegelijk met het rapport van Brundtland, zo, hè, midden jaren 80. Dat we sindsdien in toenemende mate de natuurlijke hulpbronnen van deze planeet zijn gaan overgebruiken, overbelasten. Zodanig dat veel van de, laat ik maar zeggen, hernieuwbare bronnen, zoals watervoorraden en goede vruchtbare landbouwgronden en bossen en nog andere aspecten van, laten we zeggen, wat permanent beschikbaar is of hoort te zijn, dat we daarop zijn gaan interen. En dat we tegelijkertijd van de natuurlijke hulpbronnen die niet reproduceerbaar zijn, dus de voorraden, grondstoffen van minerale aard, zeg maar, dat we inmiddels zo ver zijn gevorderd met het exploiteren daarvan, dat die voorraden, laat ik maar zeggen, ergens in de komende decennia op hun einde lopen. En dat eigenlijk de makkelijk te winnen voorraden inmiddels op zijn. Dus dat is waar we ons bevinden. Er zijn allerlei berekeningen over hoe groot die overshoot nou is. Hè. Dus het verschil tussen wat die aarde duurzaam kan leveren en wat we er jaarlijks van vragen. Bijvoorbeeld het WWF zegt daarvan dat het nu in de orde van 50% is. Dus dat we anderhalf maal zoveel gebruiken als eigenlijk duurzaam kan. Anderen zijn daar wat, laten we zeggen, wat
minder zeker van. Dus het is geen, laten we zeggen, rocket science waarmee dat is vastgesteld. Maar één ding is duidelijk. We zitten nu al in een situatie waarin er een aanzienlijke overshoot is. En dat in het perspectief van een voortgaande bevolkingsgroei. Dus de meeste ramingen zitten toch nog steeds op 9 miljard. Je hoort inmiddels ook wel mensen zeggen, misschien plafonneren we wel op 8. Maar laten we maar eens even zeggen, nee, 9. En economische groei, ben ik met Jan eens, die gaat door. Want economische groei is eigenlijk heel simpel het product van twee dingen. Namelijk 1, dat er gewoon elk jaar meer mensen zijn en dus meer mensen werken. En 2, dat we door te investeren in onderzoek en in technologie en in mensen elk jaar een beetje slimmer werken dan het jaar tevoren. En dat noemen we productiviteitsgroei. En die twee samen, meer mensen en slimmer werken, dat is economische groei. En dat gaat ongetwijfeld nog door in de komende periode. En als je daar dan een sommetje over maakt, dat is op zich een heel pregnant sommetje. Laten we 2000 als uitgangspunt nemen. Toen waren we met z'n 6 miljarden op deze wereld. En laten we voor het gemak de consumptie per hoofd stellen op 1. Dus dat betekent dat we in het jaar 2000 met z'n allen 6 miljard consumptieeenheden hadden. En dus ook productieeenheden. En dat leverde al overshoot op. Nou, in 2050 zullen we met 9 miljard zijn. En bij zelfs een relatief matige economische groei zullen we in die periode van 50 jaar een verdubbeling zien van de consumptie per hoofd. Dus dan is het sommetje niet 1 x 6, maar 2 x 9. Dat is 18. Dat is een verdrievoudiging van de consumptie- en productiehoeveelheid in die periode. En dat is eigenlijk een reëel perspectief. Nou, als je dat wil doen op de manier waarop we het tot nog toe doen, dat is dus gods onmogelijk. Dus we zitten wat dat betreft in een hele stevige klem, eigenlijk op een ramkoers, waarbij we in feite wat we dan noemen het draagvermogen van de planeet aantasten door die overshoot. Dat is in wezen het vraagstuk waar we met z'n allen voor staan. Nou, dus daar vloeit een enorme opdracht uit voort. Een opdracht voor de volgende periode en voor de volgende generatie. Om een transitie te maken naar een manier van leven, van werken en ook van ons als mensheid organiseren, die in balans is met wat in deze wereld mogelijk is. Met wat duurzaam kan. Dat is eigenlijk de grote opgave waar we voor staan. En ik kan er ook verwijzen naar het schema van collega Van Egmond, die in zijn boek dat schema heeft laten zien dat het erom gaat om evenwicht te zoeken tussen individu en collectief en tussen materiële en geestelijke waarden. En dat we op die manier, door dat evenwicht te zoeken, een manier van leven ontwikkelen die niet ontspoort, die niet doorslaat in eenzijdigheid. En dat is eigenlijk wat we dan duurzaam noemen. Wat houdbaar is op langere termijn. Maar goed, wat betekent dat begrip duurzaamheid dan eigenlijk? We kennen natuurlijk allemaal die Brundtland-definitie. Dat we moeten in onze behoeften voorzien op een manier die toekomstige generaties in staat stelt om dat ook te doen. Maar ik wil hier eigenlijk wijzen op twee kenmerken die volgens mij van belang zijn om dat begrip duurzaam en duurzaamheid goed te begrijpen. Punt 1, duurzaamheid is niet een precies gedefinieerde toestand of doelstelling. Die is niet exact nu vast te stellen. Ik beschouw duurzaamheid eerder als een zoekconcept waarmee we als mensen zoekend en tastend op weg gaan en eigenlijk ook al zijn om zo te gaan leven dat we voldoen aan die Brundtland-definitie. En het tweede aspect daarvan is dat duurzaamheid vooral ook vertegenwoordigt, je zou kunnen zeggen, de duiding van een streven, van een ambitie. Je kunt het ook een aspiratie noemen,
om te komen tot kwalitatief betere relaties tussen mensen onderling en tussen mens en aarde. Tussen de mens en, laten we zeggen, het geheel van het systeem van het leven, het geheel van het web of life. Een zodanige verhouding dat dat ook op langere termijn houdbaar is, dat we als het ware het leven door de tijd heen dragen en het verder ontwikkelen. Dat is in wezen waar het over gaat. Dus ik kijk daar ook naar vanuit een evolutionair perspectief. En als je het zo ziet, is dat streven naar duurzaamheid een culturele opgave, een cultuuropgave. Je kunt ook zeggen, een beschavingsambitie. Eigenlijk de ambitie om een volgende fase, ik noem het wel eens een volgende release, in dat lange beschavingstraject dat de geschiedenis van de mensen is, vorm te geven. Nou, de vraag is dan, hoe gaan we die ambitie realiseren? Wat voor soort transities moeten we dan aan denken? Nou, ik geef u daar mijn visie op. En ik heb al geleerd dat visie niet wetenschappelijk kan zijn. Dus je moet maar genoegen nemen hier met mijn speculaties op dat gebied. En ik zal dat doen enerzijds in, laten we zeggen, meer filosofische zin. Maar ook in hele praktische zin. Van wat moeten we nou concreet gaan doen? En dat doe ik langs drie lijnen. 1. Ik stel me de vraag, wat voor soort ethische grondslag is nou nodig om te komen tot een duurzame samenleving? En vooral ook op mondiaal niveau. Hè? Want het vraagstuk is een mondiaal vraagstuk. Het tweede is, wat moeten we nou gewoon praktisch doen om weg te blijven uit die overshoot, hè, om die overshoot aanvankelijk te reduceren en vervolgens er weg te blijven. En 3, wat heeft dat nou voor organisatorische en institutionele consequenties? Nou, eerst iets over die ethische grondslag. Kijk, als je kijkt naar de feitelijke grondslag van ons huidige economisch en maatschappelijk bestel, dan is dat sterk atomistisch. De wereld bestaat uit rivaliserende losse deeltjes, om het zo maar eens te zeggen. En het is sociaal darwinistisch. Het gaat over de survival of the fittest. En dat is neergeslagen eigenlijk in onze economische instituties, in veel van onze maatschappelijke instituties. Ieder is uit op zijn eigen belang. En daarom is ook een kernleerstuk in de economie dat van de homo economicus, die gewoon rationeel, strikt zijn eigen belang nastreeft. En dat is ver doorgedrongen in onze cultuur. En zoals ik aan het begin zei, in zekere zin in dat aandeelhouderskapitalisme met al zijn bonussen enzovoorts, ook geperverteerd. Dat tast onderlinge vertrouwensrelaties aan en ook gezamenlijke belangen. Dat systeem is niet in staat, volgens mijn ervaring, om die gemeenschappelijke belangen die we hebben bij het, laat ik maar zeggen, zorgvuldig managen van onze natuurlijke hulpbronnen, om dat te doen. Want in die rivaliteit die de basis is, ja, probeer je te pakken wat je krijgen kunt. Hè? En doordat iedereen dat doet, pakken we meer dan er is. Dus dat is de huidige realiteit. Dat model is bezig zich ecologisch en sociaal tegen ons te keren. We spreken in dat verband niet voor niks over de tragedy of the commons. We zijn nu met zoveel en we hebben zoveel welvaart en zulke krachtige technologieën dat deze ethische grondslag ontoereikend is, zo niet zelfvernietigend dreigt te worden. Ik denk dat we het gewoon in die stevige termen moeten stellen. Dus dat betekent dat hier inderdaad aan de orde is, op wat voor soort wereldbeeld willen we, laten we zeggen, die volgende fase in de beschaving nou grondvesten. En ik denk dat we daarvoor eigenlijk weg moeten bij dat atomistische wereldbeeld naar een dat uitgaat van samenhang,
van onderlinge verbondenheid en van interdependentie. Want dat is eigenlijk toch hoe de huidige wereld met zoveel mensen erop en zoveel welvaart en zoveel krachtige technologieën, hoe die er op dit moment uitziet. En dat sluit overigens ook aan, voor zover ik dat dan begrijp als econoom, bij de, laat ik maar zeggen, eigentijdse natuurkunde. De kwantumfysica zit ook veel meer op die toer. En dat betekent dus in feite dat we een samenleving moeten zien te vormen op alle niveaus tot en met het mondiale, die gebaseerd is op wat ik noem een uitgebreide relationele ethiek. En daarvoor hebben we overigens een heel oud beginsel voorhanden. En dat is de zogenaamde gulden regel. De gulden regel is terug te vinden in alle grote wijsheidstradities. En die luidt heel simpel: behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden. That simple is het. Daar gaat het over. Dat moet, denk ik, en ik ben overigens niet de enige, de basis worden, laten we zeggen, van een volgende cultuur. En daarin komt de kwaliteit van sociale, intermenselijke relaties en de relatie tussen mens en zijn ecologische omgeving, komt daarin samen. Als wij het milieu vervuilen of grondstoffen verkwisten, doen we iedereen tekort, anderen zowel als onszelf. En dat is wat mij betreft transitie nummer 1, die naar wat ik noem een uitgebreide, een extended relationele ethiek. Ik heb je zaterdag bij een andere gelegenheid ook wat mogen zeggen. En daar heb ik een dichtregel van Rilke geciteerd. En Rilke die zei: ich lebe mein Leben in wachsenden ringen. De kring waarin we feitelijk verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat we doen, breidt zich steeds verder uit. Dat is de consequentie van globalisering. Dat is de consequentie van met zoveel mensen op deze planeet leven. Nou, transitie 2 is het wegwerken van de overshoot door een grondige herinrichting van de economie. En de kern daarvan is dat we, naar mijn opvatting, van een lineaire procesgang in onze economische processen naar circulaire processen moeten. Van lineair naar circulair. En in onze behoefte voorzien uit hernieuwbare bronnen, primair in de toekomst, en door grondstoffen die gewonnen zijn uit eindige bronnen, dus zeg maar zeggen de fossiele voorkomens in de aardkorst, om die te hergebruiken. Recycling. En daarbij moeten we leren van hoe de natuur werkt. Want die werkt zo. De natuur kent geen afval. Daar is alles wat beschikbaar komt, wat afsterft, is grondstof voor de volgende ronde. En dus in de beweging die met dit soort dingen bezig is, hebben we het dan ook over mimicking nature. Belangrijke onderdelen van zo'n benadering, van zo'n circulair georganiseerde economie, zijn de volgende. In de eerste plaats het ontwikkelen van een energiesysteem dat oogst uit permanent beschikbare bronnen. Dus niet iets opgraaft en verstookt en daarmee, laten we zeggen, aan zijn einde brengt, maar gewoon oogsten uit permanent beschikbare bronnen. Nou, we weten allemaal welke bronnen daarvoor in ontwikkeling zijn of al toegepast worden. Waar het eigenlijk op neerkomt, dat is vooral de technologie daarvoor verder ontwikkelen. En daar hoort ook bij de maatschappelijke kosten van de fossiele energie, het fossiele energiegebruik, in rekening brengen. Want alles wat met luchtvervuiling, met CO2-uitstoot, zelfs ook met geluidsoverlast enzovoort te maken heeft, heeft zijn bron in dat fossiele energiegebruik. Energiebesparing is dan natuurlijk een groot punt. En het gaandeweg,
stimuleren zodanig dat die nieuwe methoden ook ingang vinden tegen de belangen van de oude energiehuishouding in. Want dat is eigenlijk in een land als dit op het ogenblik het grootste probleem. Mijn visie op de toekomst van de energievoorziening, de energiehuishouding, is dat het uiteindelijk grotendeels een lokale en regionale activiteit zal betreffen. En dat we daar dus ook veel meer, ook als samenleving, meer resilient worden, meer weerbaar in dat opzicht. En minder afhankelijk van anderen. Je zou het ook kunnen noemen een vorm van ontglobalisering. En dat laatste ligt wat mij betreft ook enigszins voor de hand met de voedselproductie. Nee, ook daar kunnen we veel meer, laat ik maar zeggen, mikken op goede regionale voorziening. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook, het is hier aan de orde geweest in een van de sessies, dat een flink deel van de Nederlandse veehouderij een sunset industrie is. Dat het, laat me zeggen, dat die activiteit in lijn gebracht zal moeten worden met wat verantwoord en duurzaam kan op het Nederlandse territorium. En om een ander voorbeeld te noemen dat hier ook besproken is, dat van de landgrabbing. Dus je ziet verschillende landen, Korea en China en nog andere, de Arabische landen, overal proberen grond op te kopen. Dat doen ze nou vooral in Afrika, maar ook in Zuid-Amerika. Nou ja, dat hoort dus eigenlijk niet bij zo'n, laten we zeggen, economisch stelsel waarbij relationele ethiek de oriënterende maatstaf is. Daar laat je, laten we zeggen, de resources die er zijn voor de mensen die daar in de buurt zitten. En als ze over hebben, dan kan er geëxporteerd worden. Maar dat van elders, als het ware, pakken en monopoliseren, dat hoort daar niet bij. Nou dan, wat betreft de uitputbare grondstoffen, dat zullen we moeten leren om die zodanig in producten te verwerken dat aan het eind van de levenscyclus van die producten hergebruik mogelijk is. En dat is het zogenaamde cradle-to-cradle-principe, dat overigens ook al wordt toegepast. En als je er zo naar kijkt, dan hebben we al een enorme voorraad in omloop zijnde grondstof. Maar dan moeten we dat wel als een voorraad die waarde heeft gaan behandelen. En niet doen alsof die aarde een eindeloze afvalput is, waar we alles in kwijt kunnen. Tot en met plastic soep in de oceanen toe. Dus dat moet, laten we zeggen, hergebruikt worden. Maar dat stelt eisen aan de manier waarop je die processen organiseert. Dan moet je een hele fijne afstemming hebben tussen de producent van de uitgangsmaterialen en degene die ze gebruiken en uiteindelijk verwerken in eindproducten. En vervolgens moet je ook de vraag stellen, is het dan wel zo verstandig dat wij al die rommel kopen? Ik ken een aantal bedrijven, ik zal er hier twee noemen, die helemaal overgegaan zijn op dat cradle-to-cradle principe. En die hebben hun bedrijfsconcept veranderd. De ene is een tapijtfabriek, Desso, en de andere is een kantoormeubelfabriek, Arendt. En die zijn allebei tot de conclusie gekomen dat als wij cradle-to-cradle willen zijn, als wij zo'n circulaire gang van onze grondstoffen willen verzekeren, dan moeten we niet respectievelijk tapijt verkopen of kantoormeubelen, maar dan moeten we vloerbedekkingsdiensten aanbieden en kantooromgevingen aanbieden als product, als dienst eigenlijk. En moeten we eigenaar blijven van dat tapijt en van die meubels. En als dan de levenscyclus voor die afnemer achter de rug is, dan nemen we het terug en dan verwerken we het opnieuw in de volgende generatie producten. Nou, zo kunnen we ons ook als burger de vraag stellen, moeten we niet naar een situatie waarin we bijvoorbeeld van Miele, ik noem maar een voorbeeld, 2000 wasbeurten afnemen. En dat als die 2000 beurten geweest zijn, nou, dan is het weer van Miele. Dat is de manier waarop die circulaire economie heel indringend leidt tot verandering van afweging. Want als die wasmachine van Miele blijft,
dan zorgen ze er wel voor dat ze hem vervolgens weer goed kunnen gebruiken. Hè? Dus dat is een andere manier van incentivesbouw. Dus kortom, dat is een groot traject waar ook veel technologie aan te pas komt, waar ook de beta's hun kennis in kwijt kunnen enzovoort. Nou, dan is verder van groot belang, ik noemde het al even, om in onze materie behoefte te voorzien vanuit hernieuwbare bronnen. Dus biomassa wordt een heel belangrijke bron van materie. Met name door wat we nu leren in de life sciences en in de de nieuwe materialen technologie, kunnen we ook op basis van biomassa eigenlijk alle producten maken die we nodig hebben. En dat houdt bijvoorbeeld in een transformatie van petrochemie naar biochemie. Ook een belangrijke stap die we moeten zetten. En het is ook niet voor niks dat in Nederland vrij veel accent wordt gelegd op het ogenblik op het ontwikkelen van een zogenaamde biobased economy. Daar zitten overigens ook wel ingewikkelde afwegingen aan. Want nu wordt ook veel gekeken naar biomassa voor bijstook bijvoorbeeld in kolencentrales. Nou, dat is de meest laagwaardige toepassing van biomassa die je kunt bedenken. Dus eigenlijk moeten we daar naar een hogere waarde schema's toe om die circulaire economie op die manier vorm te geven. Overigens heeft onze collega Jacqueline Kramer criteria ontwikkeld voor de duurzaamheid van biomassa. Hè. Dus daar moeten we ook heel zorgvuldig naar kijken. Laatste puntje hier is de rol van de financiële sector. Ik heb daar aardig tijdje in doorgebracht, dus heb ik ook wel een beetje zicht op. En ja, daar moet ik toch ook gewoon van zeggen dat in ieder geval delen van die sector door hoge rendementseisen en door een speculatieve oriëntatie een sterke en destabiliserende druk uitoefenen op de reële economie. Dat is wat we pas nog de afgelopen jaren hebben meegemaakt. En linksom of rechtsom, als we ooit naar een duurzame economie willen, dan zal die financiële sector in zijn hok moeten. En dat hok, dat wil zeggen dat het een dienende en faciliterende rol speelt ten behoeve van die reële economie. En dat betekent ook, naar mijn opvatting, dat een veel verdergaande hervorming nodig is dan, laten we zeggen, wat op het ogenblik gebeurt en waar op het ogenblik aan gewerkt wordt. Eigenlijk blijven de paradigma's daar wat ze waren, zij het met iets zwaardere, laten we zeggen, regulerende context. Maar de essentie blijft. En een van die essenties is dat het bankwezen een geldscheppende rol heeft. Hè? Banken scheppen, wist hij misschien niet, maar gewoon scheppen geld uit het niets. Hè? Als je daar krediet uit gaat halen, dan halen ze dat niet geld uit de kast. Nee, dat komt uit het niets. Niet allemaal, maar een flink deel wel. En als je dus gewoon kijkt hoe in de historie, met name bijvoorbeeld de investmentbanken op Wall Street, gebruik hebben gemaakt van die geldscheppende rol, dat is eigenlijk om de fiches te drukken voor hun speculatieve spel. Dat is feitelijk wat er gebeurd is. En als we dus naar een stabiele, een houdbare samenleving moeten, nou, dan mogen we daar echt nog wel eens naar kijken. Hè? Want door hun speculaties moeten wij belastingbetaler, laten we zeggen, hun verliezen dragen. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, dat is gewoon niet houdbaar. Hè? Dus ik pak ook dit soort dingen pak ik erbij als ik nadenk over een duurzame economie. Nou, dan heb ik nog iets over organiseren, instituties en governance. Want dat is natuurlijk ook een heel wezenlijk deel. Dat was overigens mijn derde punt. En essentieel hier is het vinden van een nieuwe en passende balans tussen competitie en samenwerking. Ja, dus die sociaal-darwinistische basis, die moet als het ware gecomplementeerd worden met daar samenwerken waar dat productiever is vanuit maatschappelijk oogpunt dan competitie. Terwijl we nu in een situatie zitten met een NMA enzovoort, de concurrentieautoriteiten, dat ja, je moet concurreren. Hè? Maar als het verstandiger is, bijvoorbeeld uit het oogpunt van milieu, om samen te werken, nou, dan moet je heel wat uitleggen. En meestal krijg je geen toestemming. Hè? Er zijn tal van voorbeelden waarbij dat gewoon tegen werd gehouden.
Dus samenwerking moet meer aandacht en ruimte krijgen, zowel in de wetgeving, de mededingingswetgeving, als ook in de toepassing daarvan. Alleen door meer onderlinge afstemming en samenwerking kunnen gezamenlijke belangen, de commons, gewaarborgd worden. Nou, een tweede punt, wat hoe dan ook aan de orde is, dat is de herwaardering van de rol van overheden in ons maatschappelijk bestel. Dus na een hele golf van neoliberalisme, ja, moeten we toch tot de conclusie komen dat de markt alleen het niet kan. Overigens net zo min als de overheid alleen. Dus ook daar gaat het over de goede samenwerking vinden. Eigenlijk over het ontwikkelen van een intelligente combinatie van overheidsregulering en marktwerking. Bijvoorbeeld, heel belangrijk, voor het doorbreken van zogenaamde prisoners dilemma's. Waarbij prisoners dilemma simpel gezegd, ik doe iets niet omdat ik denk dat een ander het ook niet zal doen. En waardoor dus geblokkeerd wordt dat we met z'n allen de goede kant op gaan. Zeker ook bij de huidige mondiale aard van vraagstukken, zal dat ook moeten gebeuren op mondiaal niveau. En eigenlijk is Kyoto is een poging om zoiets te doen. En jammer genoeg is Kopenhagen niet echt mislukt, maar toch niet geworden wat we er eigenlijk van wilden. Maar wat ik daarmee wilde illustreren is dat we dus in een situatie terecht zijn gekomen dat we juist om die prisonersdilemma's tussen ondernemingen en tussen staten te voorkomen, dat we zorgen voor sterke internationale instituties die waarborgen dat wat voor ons allemaal van belang is, ook goed wordt beheerd. En dan moet je ook denken aan visvoorraden bijvoorbeeld. En de nog resterende bossen in de wereld. En zo zijn er allerlei dingen die internationaal geborgd moeten worden. Dat betekent dat de natiestaat zichzelf moet overstijgen. En moet samenwerken in internationale instituties voor adequaat beheer van de commons. Zoals we zelf als burgers eigenlijk ook onszelf moeten, onze homo economicus moeten overstijgen in termen van verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van onze beslissingen, waar dan ook. Interessant thema in dit verband is hoe de belangen en rechten van toekomstige generaties verankerd zouden kunnen worden in de internationale rechtsorde. Daar wordt door sommigen op het ogenblik, onder andere hier aan deze universiteit, over nagedacht in termen van de mogelijkheid om de mensenrechten niet alleen toe te passen, laat me zeggen, voor de mensen die leven nu, maar intergenerationeel. Dus de komende generaties formele rechten te geven op, laten we zeggen, wat deze planeet te bieden heeft. Dus dat is ook nog een spannend avontuur, maar vind ik wel heel interessant om te zien hoe dat gaat lopen. Nou, het volgende punt is, dus dat wat ik al eerder noemde ook, het overstijgen van dat directe eigenbelang. Die relationele ethiek impliceert dat we de effecten van onze beslissingen op anderen meewegen, dat we beslissingen afwegen in een ruimer kader dan dat van die gevraagde homo economicus. En dat betekent op het niveau van ondernemingen bijvoorbeeld, maar ook van andere organisaties, de overgang naar een ander governance model. Je zou kunnen zeggen dat tot nog toe we daar vooral gewerkt hebben met een single purpose model, een eendimensionaal governance model. Eén doel, winst bijvoorbeeld, maar op het niveau van landen economische groei als centrale doelstelling van beleid. En dat we dus in de context zoals die zich heeft ontwikkeld, ja, daar niet genoeg aan hebben. Jan heeft dat ook gezegd door te verwijzen naar Sarkozy en de pogingen die daar gedaan worden om een bredere set van parameters te maken. Maar dus onze hele manier van kijken naar bestuur moet dus ook aangepast worden aan de nieuwe omstandigheden. En dat is waar dat veelgenoemde maatschappelijk verantwoord ondernemen over gaat.
En dat is overigens, volgens mij, een terugkeer naar de oorspronkelijke bedoelingen van het stelsel van ondernemersgewijze productie. Meneer Adam Smith, die zei inderdaad, de bakker die bakt geen brood omdat hij populair wil worden, maar omdat hij er zelf beter van wordt. En dat is ook zo. Maar hij plaatst dat wel in een moreel kader. Hij heeft ook geschreven over de moral sentiments. En dat hoort erbij. En die moral sentiments, aangepast aan de huidige omstandigheden, die moeten, laat ik maar zeggen, de basis worden voor een volgende generatie van governance, een volgende generatie van bestuur. Nou, daarmee hangt weer samen wat ik noem het weer in de juiste orde brengen van de verhouding tussen doel en middel. Want dat is in die pervertering van de laatste paar decennia eigenlijk bijna overal in onze maatschappij in wanorde gedraaid, of in zekere zin omgedraaid. Kijk, winst en economische groei zijn middelen uiteindelijk, maatschappelijk gezien, tot een hoger doel. Namelijk het dienen van de menswaardigheid van het bestaan. Dat is toch uiteindelijk het ultieme doel van waarom we dingen doen. En als je dus zegt in dat aandeelhouderskapitalisme winst is het doel van de onderneming, dan maak je een middel tot een doel. En vergeet je, negeer je het verdere perspectief. En ik zou over zeggen dat geldt voor tal van organisaties, waaronder politieke partijen. Ik zal daar verder niet over uitweiden. Maar. Laatste punt wat ik onder dit hoofdstukje wil maken, dat is heel belangrijk. Dat is dat we in de manier waarop we naar dingen kijken, dingen ontwerpen, moeten van specialisatie naar integratie. Specialisatie was de weg waarlangs we in de industriële tijd veel van de vooruitgang hebben geboekt die we hebben gerealiseerd. Maar langs die route alleen lukt het in de volgende ronde niet meer, is mijn vaste overtuiging. Integendeel, veel van de huidige ecologische en sociale problemen zijn juist het gevolg van die ver doorgedreven specialisatie. Doordat we als het ware hebben ontworpen met het paardenbril op, alleen maar in die koker kijkend en negerend wat links en rechts daarvan de effecten van dat systeem zijn. Dus we moeten leren geïntegreerd te werken, acht slaan op en rekening houden met alle relevante aspecten bij een ontwerp of bij het oplossen van een vraagstuk. Dat betekent een bredere blik, hè. Dat is eigenlijk de pendant van die, laten we zeggen, meerdimensionale governance. Nou, dat brengt me tot slot bij een paar opmerkingen over de toerusting van de generatie die zich nu voorbereidt om alles wat ik hier heb gezegd vanavond te gaan doen. En dat zijn uiteindelijk de mensen die deze cyclus van acht studium generale colleges volgen. Jullie, zeg ik tegen degene die daarbij horen, misschien zitten er ook wel thuis te kijken, ik weet het niet. Jullie zullen in de komende paar decennia vorm en inhoud moeten geven aan de transities waarvan ik er in het voorgaande dus een enkele heb geduid. Maar om dat te kunnen doen, zijn in termen van vaardigheden een heleboel dingen nodig, maar in ieder geval twee. De eerste is excellente expertise in het eigen vakgebied. Want dus die specialisatie die blijft van grote betekenis. Maar twee, tegelijkertijd voldoende zicht op wat nodig is uit andere vakgebieden om tot robuuste, duurzame ontwerpen te komen. Dat hoort er ook bij. Als je niet dat zicht ontwikkelt en de vaardigheid om met andere disciplines samen te werken, ja, dan ben je niet voldoende toegerust voor de tijd die nu komt. Nou, dat profiel van diepte, maar ook een zekere breedte, dat wordt ook wel aangeduid met T-shaped skills, de vorm van een T, waarin die twee dingen samenkomen. En dat is precies overigens de achtergrondgedachte geweest bij het opzetten
van deze Studium Generale cyclus. We hebben daar vanuit het UCAT met Melanie en haar mensen uitvoerig over gesproken. En ik denk dat het een belangrijke toevoeging is geworden aan het onderwijsprofiel dat deze universiteit te bieden heeft. In ieder geval, ik heb er met veel genoegen aan meegewerkt, inclusief wat ik hier vanavond allemaal tegen u sta te roepen. Maar dat gezegd zijnde, rijst natuurlijk de vraag, is dit nou iets eenmaligs of krijgt dit ook een meer structureel vervolg in het onderwijsaanbod hier aan de Universiteit in Utrecht? Krijgt het een meer structurele verankering? En op dat punt doet het mij veel plezier dat ik daarover de volgende mededeling kan doen. Die mij overigens is aangereikt. Dus wat ik nu ga zeggen, zeg ik op gezag van hogere machten in deze universiteit. Al het andere neem ik voor strikt persoonlijke rekening. Dat is namelijk dat in het komend najaar, dus van dit jaar, aan de universiteit gestart wordt met een speciaal traject dat genoemd wordt Seeds for Change. Zaden voor verandering. En in dat traject gaan studenten op een expeditie, staat hier tussen aanhalingstekens, van 6 weken, waarin zij zichzelf kunnen ontwikkelen in sustainable leadership. Seeds for Change is bedoeld als een sociaal innovatietraject voor zeer gemotiveerde studenten in het derde jaar van hun bachelor, die zich willen voorbereiden om al die dingen te gaan doen die impliciet als opdracht hier vandaag aan de orde zijn gekomen. Het is ook verder bedoeld als een soort voorbereiding op het zogenaamde Young Leaders League programma in de masterfase. Talentvolle masterstudenten die, laat ik maar zeggen, hoge verwachtingen van zichzelf koesteren voor een carrière in het bedrijfsleven of elders, kunnen vanaf september ook, dus dat begint dit najaar ook al, in die Young Leaders League aan deze universiteit terecht. Dit is allemaal overigens nog in voorbereiding, maar ik maak eruit op dat de leiding van deze universiteit toch eigenlijk op basis van wat we hier min of meer als proeftraject hebben gedaan, tot de conclusie is gekomen dat dit een wezenlijk aspect is en hoort te zijn van het onderwijsaanbod hier aan deze universiteit in de komende periode. En dat doet mij grote vreugde. Dank u zeer.